Van 23 tot en met 28 mei is NEC gastheer van een internationaal speciaal voetbaltoernooi Nobody Offside. Aan dit toernooi doen twaalf teams uit verschillende landen en van verschillende Nederlandse voetbalclubs mee. Bijzonder is dat alle teamleden een verstandelijke beperking hebben. Wat hier gaat gebeuren op 24 mei is de aftrap van een internationaal voetbaltoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. Waarom hier op het Marktplein van Wijchen? Voetbal is ooit op straat begonnen. Het voetballen voor gehandicapten is nog heel jong. Dus we vonden het heel mooi om hier een veld voor hun, zij spelen op halve of kwartvelden, om hier midden op het Marktplein te laten spelen. En we eindigen in het voetbalstadion een paar dagen later van NEC. Waarom het zo belangrijk is om dit te doen, is om ontmoetingsmomenten ook te creëren tussen mensen met een verstandelijke beperking en ons soort gewone mensen. En dat kan je heel goed doen door op verschillende plaatsen, in vier gemeenten doen we dat. Uh, ...dit soort uh, wedstrijden te laten plaatsvinden. Uh, Sportclub Boezik heeft uh, een groep van 40 uh, jongens en meiden... ...die uh, verstandelijk beperkt zijn. En die willen wij middels trainingen... Uh, ...willen wij die uh, het voetbalspelletje... ...stapje voor stapje uh, bij gaan brengen. Omdat wij van mening zijn dat uh, deze jongens en meiden... ...een gerespecteerde plek uh, moeten hebben in de sportwereld. Uh, en ook, zo mogelijk, in onze maatschappij. Daarom vinden wij dat zo belangrijk. Uh, maar het is wel zo dat uh, bij Sportclub Woezek, uh, zijn de ontwikkelingen uh, gestart zijn op het gebied van uh, sport en bewegen. Voor mensen met verstandelijke beperking. Wie er allemaal meedoen. We hebben tien teams gevraagd. Eén uit Israël heeft dat toegezegd. Eén uit Portugal. Benfica is een bekende naam. Hier uit Nederland wat verder weg. Feyenoord. PSC Zwolle hopelijk. VVV Venlo hopelijk. En een heleboel teams hier uit de regio.